Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe kledingvideo. Want ik heb allemaal jurkjes besteld bij Boohoo en een paar schoenen. Ik kreeg een e-mail van Boohoo met dat er 50% sale was. En ik dacht, laat me eventjes kijken. Ik heb echt geen kleding nodig, maar laat me toch alsnog eventjes kijken. Ik ga vast niks halen. Ik denk dat iedereen wel op die manier een keer tegen zichzelf heeft gelogen. En vervolgens heb ik allemaal spotgoedkope jurkjes besteld. En met spotgoedkoop bedoel ik echt spotgoedkoop. Like 11 euro en zo. Het duurste vandaag is 25 euro. En de rest is allemaal 11 euro. En allemaal in die prijskategorie. En ook gewoon heel random een paar schoenen. Want ik vond die gewoon echt heel erg leuk. Dus ik heb dit Boohoo pakketje letterlijk net een uur geleden binnen gehad. Terwijl ik bezig was met een andere video. En ik dacht, weet je wat, ik knal deze video er gewoon gelijk achteraan. Dan hebben we dat gewoon gelijk gehad. En ik ga jullie dus vandaag laten zien wat ik allemaal heb geshopt. Ik ga ook alles aandoen en laten zien. En we gaan gewoon met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Als je vandaag iets ziet waarvan je denkt, hé, dat vind ik leuk. Ik zet beneden in de beschrijving allemaal linkjes naar alle artikelen. En dan is het gewoon makkelijk te vinden voor jullie. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou jongens, ik dacht vandaag bij mezelf, laat me eens zwarte lipstick opdoen. Ik weet niet waarom, maar ik vond het wel gewoon leuk met deze vibe. Ik heb deze lipkit op. Een lipstick en lippot loodje set van Morphe in samenwerking met Avani. En dit komt echt in zo'n set. En dit is gewoon letterlijk een zwarte lipstick, zoals je kunt zien. Echt wel een hele fijne lipstick set. Zowel het pot loodje als de lipstick is echt heel erg fijn. En ik dacht, ik ga vandaag een beetje voor een donkere gothic look of zo. Zwarte lipstick kan echt heel mooi zijn als je gewoon een hele lichte make-up look verder hebt. En je echt je zwarte lippen de aandacht laat trekken. Ik vind het echt best wel gewoon mooi eruit zien. I like it. Oké, voordat ik begin met de video, eventjes wat handige informatie over Boohoo. Boohoo is een website uit Engeland. Dus alles wordt verzonden vanuit Engeland naar hier. Ik heb precies 9 dagen gewacht op deze bestelling. Dit is geen PR of whatever. Ik heb het gewoon allemaal betaald en gewoon zelf besteld. Je hoeft ook geen douane te betalen. Ik weet dat Engeland uit de EU is gegaan. Maar alsnog hoef je geen douane te betalen als je bij Boohoo bestelt. Want het zit allemaal al in de prijs. Dus qua bestellen bij Boohoo is er eigenlijk niks veranderd. Qua kwaliteit is Boohoo niet altijd het beste. Prijzen zijn ook echt heel erg laag. En de maten zijn ook altijd best wel klein. Dus ik pak altijd een maatje groter. Meestal. Niet altijd. Maar als ik iets zie waarvan ik denk dat het gaat niet heel veel stretch hebben of zo, dan pak ik gewoon automatisch een maat groter. Oké, jongens. Let's do this. Ik ben zo benieuwd. Zoals je kunt zien heb ik het nog helemaal niet opengemaakt of zo. Ik hoop gewoon dat alles gaat passen en mooi gaat zijn. Oké, ik ben gegaan voor heel veel kleurrijke jurkjes. Ik weet dat zijn jullie absoluut niet gewend voor mij. Ik hou altijd van zwart en donkere kleuren. Maar dit keer ben ik best wel voor wat kleur gegaan. Dus we will see. Ik heb hier het eerste jurkje. Dit is echt sunset vibes gewoon. En dit is gewoon zo'n strakke jurk. Midi. Dus hij is tot iets over de knie. Of iets onder de knie. Of iets boven de knie. Of I don't know. Maar hij is in ieder geval lang. En gewoon helemaal strak. En hij heeft een col. Hij voelt gewoon goed aan. Het is gewoon katoen. Ik heb hem in de maat 38. Dat is dus 1 maat groter dan wat ik normaal doe. Maar nogmaals, alles valt er altijd best wel een beetje klein. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Ik hoop niet dat dit nou te groot gaat zijn of zo. Maar ja, het is gewoon echt super, super kleurrijk. En ik dacht, weet je wat, we gaan het gewoon proberen. Voor die lage prijzen kunnen we wel het een en ander proberen vandaag. Oké, mensen, dit is ook een best wel leuke jurk. Ondanks de heftige kleuren is het een best wel simpele jurk. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ik vind de kleuren maar ook mooi staan. Ik moet wel zeggen dat hij een beetje doorschijnt. Je kunt met een BH een beetje zien. Maar het is oké. Ik zou het normaal met een andere soort BH dragen. Dit is dan de achterkant ook weer met die felle kleurtjes. Al met al vind ik hem wel heel leuk. Hij zit mooi om mijn lichaam heen. Ik weet alleen niet waar ik dit heen ga dragen. Ik ga echt opvallen zo. De stof is ook best wel warm. Dus dit is meer iets voor de winter of de herfst of zo. Dan heb ik hier iets zwart. Ik weet niet wat dit is. Oh, deze. Ja, ik herinner me weer. Ik ben vergeten wat ik allemaal heb besteld. Dit is zo'n zwarte midi dress ook. Dus ook weer strak tot aan de knie. Er zit een beetje glitter in ofzo. Is het glitter? Jongens, ben ik de enige die een heel klein beetje glitter hierop ziet ofzo? Ik weet niet. Het is wel echt heel minimaal. En het is zo één schouder, zeg maar. Hoe heet dat? Het loopt zo asymmetrisch. Ik weet niet eens hoe ik dit moet vasthouden. Oh my god. Oh, ik moet het zo vasthouden.
En het gaat zo schuin hier bij de schouders. Deze heb ik volgens mij ook gewoon in maat 38. Ja, ik heb volgens mij gewoon alles in die maat. Nee, trouwens niet alles. En ja, dit heeft ook gewoon allemaal van die ruching zoals je kunt zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Ik denk dat dit heel mooi gaat staan, want dit is gewoon iets wat ik vaker bestel. Jongens, dit is echt fantastisch. Kijk hoe mooi dit mijn figuur ook maakt. Het zit echt prachtig omheen. Ik vind ook dit heel mooi. Het zit ook echt helemaal dicht. Dit gaat niet open of zo. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik ben ook blij dat dit niet te laag is of zo. Dit is echt prachtig. Het schijnt ook niet door. Er is nou een hele lamp die op mij schijnt. En alsnog schijnt die gewoon niet door. Ik vind dit echt prachtig. Het is ook lekker stretchy. Super mooi dit. Ik vind het echt fantastisch. Ook best wel apart. Heel mooi zo met dit zo. Dat het zo hier zo omhoog gaat. Het maakt mijn figuur ook heel mooi slank. Zoals je kunt zien. Het zit helemaal zo prachtig om me heen. Ook voelt hij gewoon lekker fijn aan. Echt amazing. Dit is echt de mooiste jurk ever. Ik vind het echt fantastisch. Kijk hoe mooi. Dan heb ik hier nog iets kleurrijks. Ik weet niet wat ik had, jongens, maar ik ben gewoon helemaal voor kleur gegaan. We gaan opvallen deze zomer. Hot girl summer, I'm coming. Oké, dit is een ander soort materiaal. Dit is een beetje van dat badpak stretchy materiaal. En dit is zo'n off-shoulder jurk. Oh my god, dit is zo apart. Ook dit is midi of niet? Ik weet niet of dit midi gaat zijn. Hij oogt een beetje kort. Volgens mij is dit niet midi. Volgens mij is dit gewoon kort. En dit lijkt zo apart. Ook deze heb ik in maat 38. Ik weet ook niet wat dit gaat doen voor mijn figuur, deze stof. Maar ja, we will see. In ieder geval, het lijkt heel veel op deze dress van net. Het zijn allebei zo van die ombre-achtige kleurrijke jurken. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb best wel dikke bovenarmen, dus ik hoop niet dat dit gaat afknellen. Maar ja, we gaan het zien. Oké, jongens, de kleuren van deze jurk is echt prachtig. Ik vind dat blauw met dat geel echt heel erg mooi. Het zit ook mooi om me heen. Het is een beetje strak, maar ja, het hoort wel gewoon strak. Ik vind dit ook zo bij de handen en de armen echt super apart. Maar kijk even dit bij mijn bovenarmen. Ze worden helemaal samengeperst. Oh my god. Ik heb echt de dikste armen ever. Dus ik was hier al wel een beetje bang voor. Maar zo kan ik het dus echt niet dragen. Kijk ook dit. Hoe ze zo dit hebben gedaan bij de handen. Super duper apart. Dat vind ik wel leuk. Maar dat het mij zo hier zo bekant afsnijdt. Ja, dat kan echt niet, jongens. Ik denk dat ik hier gewoon te dik voor ben. Maar wat ik misschien zou kunnen doen is dat ik gewoon dit er gewoon afknip. Gewoon deze hele mouw knip ik er gewoon af. En dan draag ik het gewoon zo strapless. Dan past hij gewoon wel. En is hij ook heel erg leuk. Dus ik denk gewoon dat ik dat ga doen. Kijk ook even hoe apart het is gedaan bij de handen. Oh my god. Gewoon met de duim erbij en alles. Dan heb ik hier bruin. Deze is iets minder heftig. Dit is een meer draagbare jurk. En die leek mij ook heel mooi. Volgens mij heb ik deze wel in mijn maat. Ja, deze heb ik in maat 36. En dit is zo van het wollige stof. De kleur is echt heel mooi. Het is heel mooi beige bruinachtig. En dit is ook een midi jurk. Helemaal lang tot aan beneden. En als het goed is, zit hij ook helemaal strak. Ik vind het kraagje niet zo mooi. Ik ben niet zo van die kraagjes. Maar ja, misschien gaat het wel heel mooi staan. Met allemaal zo van die knoopjes. Volgens mij kunnen die knopen allemaal gewoon open. Ja, de knopen kunnen letterlijk allemaal open. Dus je kunt ze helemaal dicht doen. Open doen wat jij wilt. En dit is meer een draagbare jurk. Vind ik wel leuk met uit eten en dat soort dingetjes. Deze is qua stof best wel dik. Deze gaat denk ik best wel warm zijn. Oké, jongens. Dit is dan deze jurk. Ik vind hem niet zo mooi omdat hij helemaal zo trekt. Zie je dit? En je kunt helemaal zo binnenin zien. En dat is niet wat je wilt. Je kunt hier gewoon mijn hele BH doorheen zien. Ik heb er nou een zwart hemdje onder aangedaan. Maar anders, je kunt echt gewoon helemaal zo naar binnen gluren. Dus dat vind ik echt helemaal niks. Dit soort dingen gebeuren vaak als iets te klein is. Maar als ik hem een maat groter zou halen, dan is hij dan weer hier allemaal te groot, want nou is hij ook gewoon wel gewoon losjes. Dus hij past wel, maar toch is dit allemaal echt veel te open. Je kunt echt letterlijk overal naar binnen gluren, dus dit vind ik helemaal niks. Als ik hem zou willen dragen, dan moet ik er echt gewoon letterlijk helemaal iets onder dragen, want dit kan zo echt niet. Maar ik vind dit er ook gewoon zo niet uitzien. I don't like it at all, jongens. Nee. En ik denk niet dat een grotere maat zou helpen. Dus dit vind ik echt helemaal niks. Wel echt heel jammer, want ik vind hem wel gewoon echt heel leuk. Maar ja, helaas kan ik dit zo echt niet dragen. Dan heb ik hier het duurste van vandaag. €25.
oh my god, ik heb gewoon lipstick op mijn tand. Heb ik gewoon heel de tijd lipstick gehad op mijn tand? Oké, dit is dus het duurste van vandaag, maar absoluut nog steeds niet duur. En dit is een strapless jurk. En deze leek mij zo mooi. Zo'n print is nou helemaal in. Ik zie op Instagram iedereen allemaal dit soort printjes dragen. Deze heb ik in maat 38 ook. En deze is ook gewoon helemaal lang tot aan de knie en heeft ook zo van het ruching. En het is zo'n aparte stof. Het is zo'n stof op een stof, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het ziet er echt heel mooi uit. Ik hou wel van strapless. Ik hoop gewoon dat hij goed gaat blijven zitten en mijn lichaam ook mooi maakt. Het geeft mij een beetje 60s vibes, een beetje disco vibes of zo. En hij is paars. Ik ben niet zo van de kleur paars, omdat ik best wel donkere haren heb en best wel donkere ogen. Alles aan mij is een beetje donker. Dus wanneer ik paars draag, zie ik er al heel snel uit als een heks. Maar ik dacht, dit is toch wel een soort van iets lichtere kleur paars. Dus misschien gaat dit wel gewoon mooi staan. Jongens, deze jurk is echt amazing. Ik vind hem echt super mooi. I love it. Ik vind de kleurtjes ook heel mooi. Het is heel erg retro. Een beetje 60s. Maar wel echt prachtig. I love it. Ik heb hem al gedragen. Ik ben even denken of ik mij 2 dagen geleden uit eten gegaan. En toen heb ik hem aangedaan. En hij zakt ook echt helemaal niet af of zo. Hij zit gewoon helemaal top. Het zit ook gewoon mooi om een figuur heen. En je valt hiermee echt op, jongens. Als je niet wilt opvallen, zou ik hem niet halen. Want je valt echt op. Het enige wat ik er iets minder aan vind, als ik toch een beetje mag klagen, is hij maakt me niet per se slanker of zo. Het is niet dat hij me hier afslankt of zo. Omdat alles zo horizontaal is, maakt hij je niet per se slanker of zo. Dus als je dat zoekt, gaat dit niks zijn voor jou. Maar voor de rest vind ik hem wel gewoon heel leuk. En ik vind hem mij ook gewoon heel mooi staan. I love it. Oké, en dan als laatste de schoenen. Dit is echt een super kleine doos. What the F. Ik ben heel benieuwd naar deze schoenen. Het zijn obvious weer hakken. Jullie weten, ik bestel altijd alleen maar hakken. Want ik loop echt alleen maar op hakken in mijn leven. En dit zijn witte schoenen. En ik heb niet heel veel witte schoenen. Dus dat heb ik als smoesje gebruikt voor mezelf om ze te halen van Sarah. Je hebt niet veel witte schoenen. Je hebt witte schoenen nodig. En deze zijn zo apart. Maar ik vind ze echt leuk. Ik weet, er gaan weer mensen zijn die vinden het weer helemaal niks. Maar ik vind dit echt leuk. Kijk dit. Het is zo'n teenslipper. Maar dan een hak. Super apart. Zoiets heb ik nog niet in mijn collectie. Ik heb sowieso geen witte hakken. Ik denk misschien 1 paar witte hakken. Maar zoiets met zo'n teenslipperachtig iets heb ik helemaal niet in mijn collectie. Dus ik ben heel benieuwd op hoe deze gaat staan. Ik zie dat ze mij een te kleine maat hebben gestuurd. Ik vond ze al klein over. Dit is maat 37. Ik heb maat 39 besteld als het goed is. Ik ga even kijken. Mijn normale maat is 38. Maar altijd met zo'n open schoen bestel ik 1 maat groter. Heb ik nou gewoon een te kleine maat gedaan? Nee, ik heb wel gewoon echt mijn maat besteld. Jongens, ze hebben mij gewoon een te kleine maat gestuurd. Oh, nou moet ik ze weer helemaal gaan berichten om mij andere schoenen te sturen. Ik ga ze gewoon even passen. Misschien pas ik ze wel vast niet, maar we will see. Nee jongens, ze zijn echt te klein. Dit is niet zo mooi. Nou, lekker dan. Gewoon letterlijk 2 maten te klein. Ze hebben niet eens zo'n fout gemaakt met 1 maat of zo. Nee, gewoon 2 maten. Ik vind ze wel heel erg mooi. Ze zien er echt heel mooi uit. Dus ik ga ze gewoon even berichten. En dan ga ik ze alsnog opnieuw bestellen in mijn maat. Dus ja, deze kan ik nu niet echt goed laten zien. Maar ze zien er wel echt prachtig uit. Zo irritant. Nou moet ik er helemaal terugsturen en zo. Is echt allemaal gedoe. Nou jongens, dat was het dan voor vandaag. Dit zijn alle kledingstukken en schoenen die ik heb besteld. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Weer een keer een boehoe video. Heb ik al heel lang niet meer gemaakt. Als je zo'n soort video wilt zien van een andere winkel, let me know beneden in de reacties. Laat me weten wat je van dit soort kledingvideo's vindt. En wat je allemaal nog meer zou willen zien. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van deze video. Als je dus iets hebt gezien wat je wilt, beneden in de beschrijving staan linkjes. En dan is het gewoon makkelijk te bestellen voor jullie. En alles is echt super super goedkoop. Ik ga ervan uit dat de sale er gewoon nog is. Want Boohoo heeft echt altijd gewoon sale. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!